PSV heeft zondag de op papier lastige uitwedstrijd tegen Vitesse betrekkelijk simpel gewonnen. De koploper was in Arnhem binnen een doelpuntrijk duel met 2-4 te sterk voor de thuisploeg. Halverwege was het nog in één door doelpunten van Heving Lozano en Jurgen Locadia. eigen goal. Naar rust liep PSV uit dankzij Locadia twee keer, en opnieuw Lozano. Waarna Masson Mood nog iets terugdeed, door de nederlaag tegen PSV houdt Vitesse een slechte statistiek in stand. De Arnhemmers wonnen sinds de opening van de Gelredome in 1998 nog nooit in eigen huis van de 23-voerde landskampioen, PSV. Dat de laatste zes eredivisie duels won en daarin liefst 24 keer scoorde, gaat na 10 speelrondes nog steeds royaal aan kop met 27 punten. De voorsprong op nummer 2 Ajax is 5 punten en nummer 3 Pax Volle heeft 6 punten minder. Het Vitesse van coach Henk Frazier is de nummer 4 van de eredivisie met 18 punten uit 10 wedstrijden. Na een wat onrustig begin was het zondag in de Gelredome in de 18e minuut bij de eerste echte kans van de wedstrijd direct raak. Lozano werd diep gestuurd door de opstommende Osuabre Brenet en de ronde beheerst af. De treffer van de Mexicaan was een bijzondere, want het betekende zijn achtste in zijn eerste 18e-divisie duels Lozano placeert daarmee voormalige aanvallers Pierre Kerkhoff en Patrick Kluivert, die zes keer scoorden in hun eerste zeven wedstrijden. Vitesse droeg wel aan, maar was slordig en kwam daardoor niet echt tot kansen. Dat het na een klein half uur geen 0-2 was, mocht een klein wonder heten. Vitesse-keeper Remco Pasveer was al geklopt maar zag zijn verdedigers op de lijn redden bij inzetten van Gaston Pereiro en Luc de Jong. Nadat Daniel Schwab met een kobbel dicht bij PSV's tweede treffer was, kwam Vitesse vlak voor rust uit het niets op 1-1 door een eigen doelpunt van Locadia. De psv aanvaller raakte de bal na een corner van Brian Linssen totaal verkeerd en passeerde daarmee zijn eigen doelman Jeroen Zoet. Pasveer Locadia hoefde niet lang te treuren, want al na drie minuten in de tweede helft bracht hij zijn ploeg weer aan de leiding. Keeper Pasveer, die tegen de zon inkeek, Taxier de afstandsschot van de PSV er volledig verkeerd. 1-2 Ondanks de nieuwe achterstand ging Vitesse dapper op zoek naar de gelijkmaker en de Arnhemmers waren daar twee keer dichtbij. Eerst redde Zoet op een kopbal van Matt Miyazra en niet veel later werd een goal van Martafs afgekeurd wegens buitenspel. Het Vitesse-publiek ging er eens goed voor zitten maar kwam bedrogen uit. Want binnen een paar minuten liep PSV uit naar 1-4. Eerst bekroonde Locadia een mooie actie met een knap schot in de verre hoek en niet veel later schroefde Lozano zijn toch aandrukwekkende gemiddelde van dichtbij nog iets verder op. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar de net ingevallen moond scoorde knap namens Vitesse en Milo was zelfs dichtbij een derde Arnhemse treffer toen hij zoet zag redden bij een goede schietkans. De winst van PSV kwam desondanks niet meer in gevaar.